Hallo, goedemorgen. Welkom vanuit de auto. Het is vandaag zonnig weer. Je ziet het hier, de zon die zit volop in mijn gezicht. Aan het zo heb ik zelfs nog meer zon. Je vindt dat niet leuk, hè? Nee, ik vind dat niet zo leuk, zon in mijn gezicht. Nee. Maar ja, ik ben wel heel erg blij dat toch wel eigenlijk het zonnetje schijnt. Het is wel niet zo overdreven warm, het is nu 4 graden. En wij zitten in de auto, want we onderweg zijn naar de Belgische Ardennen. We gaan daar naar een relax cottage. En ik kijk er echt heel erg hard naar uit om gewoon eventjes te chillen, eventjes te genieten. We gaan erop uit. Eventjes erop uit, ja. Echt kijken naar uit. We staan geparkeerd bij de parkingplaats van de Bluestone. We zitten in Saint-Fit, de Bluestone chalet. Maar Relax Cottage. Ja, en hier zien we het al, ze. Relax Cottage staat op het raam. En we hebben dus een code voor hiervoor. Dan kunnen we daar dadelijk het sleutel uithalen. We zien hier meteen de keuken. Een mooie, ruime keuken. In deze tijd niet onbelangrijk. Ik vind het mooie lampen. Kijk, het is toch bijzondere dingen. Alles wat hier staat precies, amai, wow. Mooi. Fenomenaal mooi, hè? Kijk eens, zo mooi bed. Ja, hele mooie steen, ook de lampen, de bank hier. Hele mooie tafel. Een schatkist, precies zo. Een tv-kast in de vorm van een grote schatkist. Cactussen. Hey, mooi hoor. En een heel mooi uitzicht. Kijk eens naar buiten. Wauw. En ze hebben ook een jacuzzi. Met zo'n mooi uitzicht. En die jacuzzi gaan wij zeker eens in, hoor. Ja, zeker. Meer als één, denk ik ook wel. Ja, lijkt me echt wel heel erg leuk. Ja. Maar zeker met dat uitzicht op de bergen en zo. En op het dorpje hieronder. Ik zie zo'n klein bruggetje. Kijk, zie je naast dat kerkje? Heb je zo'n bruggetje waar ook echt water onder stroomt. Dat ziet er zo pittoresk uit. Daar zijn we daarnet, als ik me niet vergis, overgereden. Ja. Oh, wat fijn. En hier heb je een weliswaar fake open hart. Als je goed luistert, is het zelf eentje met geluidseffecten. Ja, je ziet dat het fake is, maar toch ziet het er geweldig leuk uit, hè. De tafel staat hier al gedekt. Kunnen we al meteen gaan beginnen eten. Een soepje, een voorgerechtje en een hoofdgerecht. Ja, en we kunnen hier eigenlijk klaarmaken, want je hebt hier een hele mooie keuken. Ja. En wat zou achter deze deur zitten? Aha, niet onbelangrijk. Het toilet. En dan hier de badkamer, neem ik aan. Ja. Een spoelbakje. Verwarming, waar je handdoek over kan rollen. En een mooie grote douche. Hier kan je toch zeker al met twee gaan inlopen. Ideaal. Ik kijk er naar uit. Het ziet er echt fantastisch uit allemaal. Dus we gaan hier echt van genieten de komende dagen. Ja, wij met z'n tweetjes in onze bubbel. Echt zalig. Echt keileuk. Ja, echt. Ja, ik ben echt helemaal eigenlijk... Oh, wauw. Zo helemaal een beetje wat spraakloos eigenlijk worden door echt... De gezelligheid, de mooiheid, de coziness. We hadden eigenlijk wel een beetje verwacht dat het wel weer af ging zijn. Want we hebben dat al eens eerder gedaan in Duitsland. Hoe heet het dan nu? De relaxed. Trabach. Ja, juist. Ja. Al zo een heel schattig huisje langs de buitenkant, midden in het centrum. En ook van alle comfort voorzien. En heel luxueus verblijf hebben we toen gehad. Hè. Eigenlijk is het een beetje wat een privé wellness idee waar je dan ook nog kan slapen. Je kan eigenlijk ook nog koken. Je hebt ook nog eens, in dit geval ook nog eens een prachtig mooi uitzicht. Bij je zegt, voor je aan het sportbrein. Als je dat anders gaat zien, een privé sauna is best wel eigenlijk duur. Ja, hier heb je nu wel geen sauna, dus nu wel niet. Maar ze hebben hier wel een jacuzzi op het terras. Dat is wel heel erg fijn. Ja. En voor de rest moet je eens kijken in wat voor omgeving dat je hier kan relaxen. Wie wil hier nu niet eventjes wegdromen? Ja. Ik zal trouwens ook hieronder in de omschrijving ook nog eventjes de link zetten van deze Relax Cottage. Zodat jullie hem ook even kunnen bekijken. Hè. Ja. En nu lopen we in het dorpje. We zitten in België nog steeds, maar het voelt hier wel een beetje als Duitsland aan. Hè. Ja. We zitten in Duitsstalig gebied. Neidingen. Neidingen noemt het hier. Ja. Neidingen zijn te fittest eigenlijk. Ja, hè? Ja, inderdaad. En ja, je ziet dus ook zo die bouwstijl, hè? Zo heel veel Duitse huisjes en ja, dat is wel leuk. Hè? Dat brengt je meteen zo een hele vakantiestemming. Hè? Ja, dat vind ik ook echt gezellig. Duitse kipjes daar. Ja, nee, het zijn Belgische kipjes, hè. Ja, Belgische, maar ja, goed. Hè. Ja, ik snap het. Maar eigenlijk, misschien was ze wel Duitstalig. Eigenlijk in het Duits, tok, 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 tok. Wel, dat denk ik wel, ja. Ja.
ja. Zegt ze van die oude, mooie, authentieke huisjes, hè. Zoals ze niet meer gemaakt worden, hè. En hier is het bruggetje, die we van boven konden zien. Ja. Hier hebben we dus uitzicht op. We zijn nu hier en daar zie je waar wij zitten. Wij slapen vanavond daar. Het is stroming op het water, hè? Ja. Mooi. Ja. Gezellig. We zijn weer terug van onze wandeling hier in de omgeving. Het was echt gewoon heel erg tof hier zo buiten komen. En al die mooie natuur zien en echt die rust. Het was echt opmerkelijk hoe weinig verkeer dat wij hier eigenlijk hebben gezien. En echt zo heel rustig hier overal. Echt gewoon zalig. En zo nog zo overal ook nog zo het geluid van zo die watertjes en zo. Oh, echt. Ik heb er echt wel van genoten. En nu zijn we dus terug. Ik zit hier onder een dekentje in de sofa. Ik heb een boek hier bij mij. Ik ga dadelijk nog een beetje verder lezen in mijn boek. En daar, achter mij, zie je Jeno zitten in de sofa. In een klein zeteltje naast de open haard. En is daar aan het genieten van een podcast. Een beetje aan het relaxen. Leuk, hè? Echt zalig hier. Relaxen. Ja, dat moet je natuurlijk doen in een relaxcottage. Ik heb net heerlijk in mijn boekje aan het lezen geweest. Terwijl Jeno dus in zijn... dat is juist hier naast mij in de zetel. Een podcast aan het luisteren was hij aan de sofa. Maar hij was in slaap gevallen. Ja. Hij is in slaap gevallen. Ja, ja. En ik heb daarnet iets heel moeilijk gedaan. Klinkt misschien stom. Maar ik heb dus daarnet een pizza-bestelling gemaakt in het Duits. En ik kan echt geen woord Duits. Maar die persoon die kon dus niks niet van Engels, geen Frans, niet, en geen Nederlands. Niet. Dus ja, dan schoot er niet meer echt heel veel over. Dus ik heb dus in het Duits besteld. Ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk best wel eigenlijk trots op. Ik ben vooral begrepen ook alles, denk ik. En hoop ik ook... ik hoop dat alles begrepen, want de pizza is nog altijd niet hier. Maar ik vond het toch wel spannend. Vond je het gaan? Wow, een beetje dubbel. Jouw Duits is niet super, maar je hebt het wel goed gedaan. Oké, gelukkig. Nu hopen dat alles juist is en dat ze dadelijk hier aankomen met ook nog een juiste bestelling. En ook nog op het juiste adres, want ja, als ook nog zoiets aan kennen eigenlijk het adres niet, dan vroeg ze het ook nog een keer in Duits en dan vroeg ze de huisnummer in Duits. Spannend, gaat het hier aankomen of niet? En de pizza's die zijn geleverd op het juiste adres toch alvast. En ook de juiste pizza. Ja! Goed, hè? Hey, wij gaan genieten van een lekkere pizza en van een lekker nachtje hier. En voor de eerste keer in ons huisje. Ik heb er heel veel zin in. En we zien jou heel graag morgen terug voor een nieuwe video. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.